Hallo, dit is mijn boekvlog over het boek Boy 7. Het is geschreven door de schrijfster Mirjam Moes. Ik ben achter dit boek gekomen doordat ik naar de bibliotheek moest van mijn moeder. Ik had er eigenlijk helemaal geen zin in, maar ik heb het toch gedaan. Kwam ik een paar boeken tegen van Mirjam Moes. Ik had gehoord dat het een hele leuke schrijfster was. Maar dit boek pakte meteen mijn interesse. Doordat er op de voorkant staat, toen ik zelf mijn ogen opende, wist ik het ook niet meer. Dat is zo'n pakkende zin. En ik dacht, ja, dit ga ik lezen. En het was het waard, geloof me. Het was het waard omdat de spanningsboog die ze opbouwt door het boek heen is zo groot. En het einde, dat het is gewoon geweldig. Ten tweede waarom ik het zo leuk vond. Soms weet je zelf ook niet wat er gebeurt. Dat kan ze zo goed opschrijven, je weet het soms gewoon niet meer. En de personages. Je kan je inleven in de personage. Je kan duidelijk zien hoe ze zich voelen, ook al is het in woorden. Niet eens in plaatjes of beelden. Het is in woorden. Het is zo duidelijk. Je weet ook hoe ze eruit zien. Het geeft je gewoon een duidelijk beeld. Oké. Ik heb het boek dus vergeten op school. Want ik ging hem aflezen op school tijdens de pauze. Maar ik ben hem daar vergeten. Ik heb hier alsnog wel een plaatje. Het is natuurlijk wel wat minder. Maar toch vind ik het nog geprobeerd. Als jij dit boek dus ook wil lezen, kan je het kopen op de site bol.com. Bol.com zoek je gewoon op je computer op. En Boy 7 daarachter typen. Je ziet hier duidelijk Boy 7, 13 euro. Ja, 12,99 euro. Ook goed. Maar laat mij maar weten of jij het ook gaat lezen. Ik hoop dat dit je heeft geïnteresseerd.